Yo, what's up? Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. En vandaag duiken we in de Sandland demo. Voor degene die niet weten wat Sandland is. Sandland is de laatste game gebaseerd op een manga van Akira Toriyama. En het is een post-apocalyptische wereld waarin demons en mensen samenleven. En er eigenlijk geen water meer op aarde is. In deze game speel je met Beelzebub en die gaat op zoek naar de Spring of Life of iets dergelijks. In ieder geval, hij is op zoek naar water. En we gaan kijken hoe dat zich uit in deze demo. De artstijl is natuurlijk insane, want het is Akira Toriyama. En genoeg geluld. Laten we de game gaan checken. We zitten hier in het hoofdmenu van Sandland, zoals je kunt zien. En uiteraard gaan we nog wel heel even wat settings aanpassen, want de voice language moet natuurlijk op Japan staan. Dit is een anime, dit is gebaseerd op een manga. En dus moeten de voices uiteraard in het Japan staan. Verder zijn er niet heel veel instellingen die we kunnen aanpassen. Ik moet er nog wel bij zeggen, we spelen vandaag de PlayStation 5 versie. Dat heeft er alles mee te maken dat ik de PC versie heb gecheckt. Heel even qua performance. En het is dramatisch. Je hebt enorme traversal stutter. Enorme shader compilation stutter. Tot op het punt dat het bijna onspeelbaar is. Dus daarom gaan we op de PlayStation spelen. Heb jij die optie niet? Je kan nog ervoor kiezen om de DirectX 11 te forceren bij de demo. Dat zou een klein beetje moeten helpen. Maar ziet er niet goed uit voor de PC versie. Dus wij duiken in de PlayStation 5 versie. In this demo, you can explore and fight enemies in the following three vehicles. Battle tank, motor, bike and battle armor. You can recover your vehicle's HP by resting at the camp. Nou, dit zijn de movesets van Beelzebub, de main character. Hier is het kamp dus. Het ziet er echt haarscherp uit. Dat verwacht je natuurlijk ook wel bij zo'n game. De game is trouwens erg klein. De demo althans. 6 gigabyte, dat heb je zo gedownload. Hier is de Sandland dus. Nou, laten we gelijk een vehicle erbij pakken. Gaan voor de Battle Armor. Het ziet er echt uit van alsof het van de Red Ribbon Army komt. Dit ziet eruit alsof het van Capsule Corp komt. En deze tank doet me ook heel erg denken aan de Red Ribbon Army. Laten we kiezen voor een bike. Bam, there it is. Hop on. Autopilot hebben we. Move the camera, leave the vehicle boost. Schieten, emote en reload. Nou, laten we gaan. Nou, daar gaan we. Gaan we dino's hunten? Oh. We zien hier een cave. Laten we hier eens gaan kijken. Oeh, ik zie enemies. Enemies. Je kan driften met vierkantje. Kijk, hier doe je dat zo. Woep. Ja, en ik... en ik kan er wel zeggen, dit draait echt veel beter dan de PC-versie, hoor. Hopsakee. Nou, kunnen we dit gaan exploren? Hoe stapt we ook weer af? Get off. Hier zo. Oh, er is nog een enemy daar. Maar hier is een treasure. En we kunnen ook melee combat doen. Nou, we kijken gewoon allemaal crafting materials. Dit zijn je companions trouwens. Ik ken ze niet echt. Maar wellicht dat we daar nog meer over weten te leren straks. Ja, oké. Pak weer de motor weer. Ik heb geen idee waar we naartoe moeten trouwens, hoor. Oké, een soort van boss battle. De Alpha Raptor. De Andrew Tate Raptor. Hey, oh shit. Dat ging niet goed, Uh-oh. Oké, dit is een heavy attack. Oh my god. Battle armor. Snel. Stap in. Oh shit. Dit voelt als Titanfall. Even kijken, leave vehicle, boost. Melee attack en special melee attack. Ready weapon, shoot. Oké. Hopelijk gaat deze niet gelijk eraan. Ja, dit gaat ons al een stuk beter af. Oh. Hier ligt hij. Al twitchend.
Maar ik heb werkelijk waar geen idee waar we naartoe moeten. Zien we al iets? In de verte? Ik zie een radiotoren. Let's check it out. Weer een boel enemies. Oh, dit werkt echt niet, man. Game over, nu al? Ja, voordat we straks bij die radio tower zijn, moeten we wel echt heel even deze battle armor kiezen. Of die tank. De tank is misschien ook geen slecht idee. Laten we eens de tank checken. Ja, lijpe tank, toch? Even kijken, ja. Beetje hetzelfde allemaal, hè. Ja. Bam! Oké, dat is one tough cookie. En die erachter, die hebben we. Ik zie General Bigfield. Oké, ik wou zeggen, ik zie bijna geen dingen, man. Geen damage. Oh god, we hebben zijn vriendje natuurlijk omgelegd. Nu komen ze allemaal achter ons aan. Oh, ik heb hem omver gereden. Ook goed. Ook goed. Ik klaag niet. Dit is dus de boss, General Bigfield. Oh nee! Hij heeft al zijn leven terug. Dat is niet de bedoeling. Misschien moeten we eerst de minions uitschakelen dan. Ik ben bang dat ik weer dood ga zo, man. Hebben we hem? Nee! Hij is weer teruggeteleporteerd. Heeft hij nou weer vol leven, wou je zeggen? Nee, dat niet. Wij pakken wel extra veel damage natuurlijk op deze manier. Oh my god, jezus. Moet hij dichtbij komen. Hey, we got him. Let maar op, er worden er wel zo klein uitgeschakeld. Ik zie al rocket launchers en stuff. Wegwezen. He wants a two. Dit was het toch? Kijken wat we hier kunnen doen. Niet zoveel lijkt het. Lijkt gewoon allemaal aankleding. Maar hier ligt de treasure. Dit zijn je classic torentjes unlocken en zien wat er in de open wereld te doen is. Use materials to repair the radio tower. Once repaired, towers will provide you with a map of the area with icons. Oké, we hebben een B-grade meter nodig. Need more repair materials. In ieder geval niet. Maar waar kunnen we die materials vinden dan, hè? Dat is een beetje de vraag. Dat is exploration, denk ik. Moet haast wel. Ik weet toevallig van de PC-versie dat daarachter ook nog een Scorpion boss is. En hier had ik het dus over. En ik weet niet of hij dus voor ons dingen gaat droppen. Materials. Het doet niet eens wat. Dit gaat niet al te best. Oh mijn god. Wegwezen. Dit doet echt niks. En hij heeft ook range attacks. Oh mijn god. Dit had ik nooit moeten doen.
Hey, als we zo slim blijven spelen, dan moet dit helemaal goed komen. Kijk, gewoon zijn aanvallen blijven dodgen. Zorgen dat hij je niet weet te verrassen. Nog een keer reloaden. Schiet! What the fuck? Yes! We got him. Maar levert het ook nog iets op, denk je? Nee? Wauw. Waarom hebben we dit in godsnaam gedaan? Maar ik zie geen points of interest of wat dan ook. Dat daarachter misschien. Nee, ik zie hier iets van de tempel of zo. En ik zie ook enemies, dus dat is weer niet best. Mikken gaat een beetje. Ja. Graag. Maar we beginnen steeds beter onder controle te krijgen. We hebben volgens mij nog niet echt damage gepakt met deze. Bam! Yes! Yes, 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 yes. We got him. Even kijken wat we hier kunnen vinden. De Ligar Ruins. Oké. Kunnen we misschien vanaf bovenaf? Misschien kunnen we er vanaf bovenaf in. Nee, misschien ook niet. Nope. Hey. Now we're getting somewhere. So, Yiba, Imano Mamono Satote. Nope. Ah, laten we maar die kant op rijden dan, hè? Here we go. Wellicht komen we hier nog wat tegen. Oh, hier is een tombe. Oké. Laatste kans. Om iets vets te doen. Oké. We kunnen eindelijk een tempel in. Na lang zoeken, eentje gevonden waar we gewoon in kunnen. Icharbe Ruins. Let's see. Wat zouden we hier kunnen vinden? Wat zijn deze dingetjes? Kunnen ze niet plukken in ieder geval? Oh my god. Hij kan niet helpen. Oké. Misschien maakte ik groter dan dat het was. Want we hebben hem redelijk makkelijk hebben hem down. Ik maak hem altijd een beetje. Ja, dit moeten we kapot schieten, denk ik, gewoon met de tank, toch? Ik ga er heel vanuit dat dit de optie is. Ja, zeker. Goed gedaan, coach. Smart. Smart, smart, smart. Verder in de ruins van de Sandland. Kijk eens. Wander off the beaten path. Er is geen path. Dat is het hele probleem. Oké, hier moeten we even uitstappen. Ik moet wel zeggen. Oh. De platformactie voelt een beetje awkward. But we made it. Have it. Yep. Oeh, valt bijna naar beneden.
Hier moeten we met de motor overheen, zou ik zeggen. Boosten met de motor. Als ik heel voorzichtig achteruit aan het inparkeren ben. Ja, zie je wel? Dat is wel de manier waarop het moest. Oh, fuck. Alright, you sure about that? Hatsukidai. Oké. Nu komen we in ieder geval ergens. Dit moeten we weer met de tank doen natuurlijk. Hier is de treasure, in ieder geval. Waarschijnlijk is dat een shortcut. Ik denk dat dat een shortcut is. Oké, we hebben treasure. Maar het is niet de treasure die we nodig hebben. Ja, zie, dit is de shortcut. I knew it. Dit is de shortcut. Dit is waar we op het begin waren. Maar ja, zijn we er heel... Oh my god, nee. Oké, gooi de motor neer en we boeken hem echt als een malle. Let's go. Bye! Ik ga heel eerlijk met je zijn, jongens. Ik heb werkelijk waar geen idee wat je moet doen. Het wordt je niet uitgelegd. Ik denk dat dit een groot onderdeel hiervan is. Maar we hebben al meerdere treasures gevonden. We hebben tempels ontdekt. Enemies gesleed. Maar we kunnen simpelweg niet deze stad vinden. Heel vreemd. Ik had best wel zin in deze game. En wellicht natuurlijk dat met de context van de volledige game... Dat het een stuk duidelijker wordt. Maar ik kom er in dit geval niet uit. En dat is misschien wel de ervaring die wellicht jij thuis ook gaat hebben. Dus ja, dit zijn mijn eerste gameplay impressies van de Sandland demo. Ja, wat ik al zei. Het ziet er fantastisch uit. Het is Akira Toriyama. De wereld, de post-apocalyptische wereld waarin demons met mensen samenwonen. Ja, tof. Er is geen water. Water is the most precious good in the fucking wereld. Daarvoor moeten we op avontuur gaan en hopelijk het gaan te vinden. Maar ja, dit? I don't know, man. De vehicles zijn cool. De combat werkt op zich ook nog wel aardig. Maar ja, ik zou eigenlijk meer willen weten van deze game. En de demo geeft me dat in elk geval niet. Voor nu, bedankt voor het kijken, guys. Check jullie de volgende keer. Vergeet niet te abonneren en het duimpje omhoog achter te laten. Thanks alvast. En tot later. Ciao.